Deze week in Cars and Characters. Mensen denken altijd, er is een Defender met een Corvette-motor erin. Wat we doen gaat alleen een stuk verder dan dat. Die motor erin is eigenlijk het minst interessante en dat is eigenlijk het minst ingewikkelde. Maar het is om dat ding ook nog fatsoenlijk te laten rijden. Dat is de grote kunst. Zondag het verhaal van Tophead. Een autofabriek uit Loosdrecht waar briljante mannen iconische Landrovers transformeren tot extreem luxe, bloedsnelle en perfect sturende apparaten. Zo'n klassieke auto. Dan blijkt het gewoon een soort Corvette te zijn in classic Range Rover verpakking. Hoe oude Land Rovers wereldwijd verkocht worden als hypermoderne, bloedsnelle SUV's. Met dank aan technisch tovenaars uit Loosdrecht. Je ziet het zondag in Cars and Characters, 5 uur, RTL 7.